van het Gulden Vlies. Wat is er aan de hand? Een brief voor u, kapitein Heddo. Dan hoeft u toch niet zo voor herrie te maken, vriend? Ah, maak u niet druk. Het is geen gewone brief. Hij is aangetekend. En hij komt uit Turkije. Uit Turkije? Ja. En, kapitein, krijg je goed nieuws? Een brief uit Istanbul. Aha. Brandstof is nu echt klaar. Nou ja, bijna. Een nieuwe energiebron is geboren. Super Trifonio. Postbode, wil u het proberen? Nee, dank u, meneer de professor. Ik heb haast. U heeft haast. Professor Zonnebloem. Het is nu tijd om u te vertellen dat deze komedie lang genoeg geduurd heeft. U heeft gelijk, kapitein. De wetenschap heeft een hele grote stap voorwaarts gezet. Mijn halve garen dreumes, wanneer begrijp je het nou? En de brief, kapitein? Oh, ja, de brief. Duizend bommen en granaten. Themistocles Paparanik. Die oude piraat Paparanik. Oh. Iets ernstigs? Dood. Kapitein Paparanik is dood. Het was een geweldige kerel. Paparanik. Ik weet nog goed dat ik hem de eerste keer ontmoette bij Sumatra. Een helse storm. Metershoge golven. Problemen met de vracht en motorstoring. Ik nam hem mee op sleeptouw. En omdat hij me een aardige vent leek, heb ik hem niet laten betalen. We hebben elkaar 30 jaar niet gezien. En dan nu... Was hij erg oud? Overleden op 67-jarige leeftijd. Kijk nou toch. Themistocles Paparanik had ook een testament. Een testament en ik ben zijn enige erfgenaam. Zijn erfgenaam? Professor! Professor! Zal ik u eens even wat zeggen? Ik erf een schip! Dat is mooi, kapitein. Met mijn nieuwe brandstof rijdt deze tafel makkelijk 50 kilometer per uur. Ik heb het niet over deze tafel, maar over mijn schip. Mijn schip! Oh, het spreekt voor zich dat schepen een heel ander verhaal zijn. Ik denk erover na. Het schip heet het Gulden Vlies en ligt in Istanbul.
beste kapitein, dat in het testament staat opgenomen dat wanneer u de erfenis aanvaardt, u alle contracten zult moeten nakomen die reeds liepen bij het overlijden van kapitein Paparanik. Dat weten we, van de notaris gehoord. Nou, in dat geval... Prachtig, of niet soms, Bobby? Wel sneu dat die goede professor Zonnebloem zit opgesloten in zijn laboratorium. Maar goed, hij voegt zich bij ons in Athene, de eerste aanlegplaats van het Guldenvlies. En daar zullen we weer samenkomen, als de wind en de fantasie van de kapitein ons gunstig gezind zijn. En mijn schip? Daarachter, kapitein. Daar ligt het Guldenvlies. Wat? U wilt toch niet beweren dat dat stuk schroot nu van mij is? Het Guldenvlies, vrachtschip van 130 ton, vaart onder de Turkse vlag. Gebouwd in 1913, ingeschreven in het scheepsregister van Istanbul onder nummer 6250. Duidelijk, dit schip ziet er niet uit. Wat vind jij ervan, Bobby? Kom, niet bang zijn. Kom maar. Hup, hup. Goedendag. Wat doet u? Oh, vissen. Ben jij onze nieuwe baas? Nee, ik ben Kuifje. Een vriend van kapitein Haddock. Paparanik? Ah, dat was nog eens een kapitein. Die lustte wel een borrel. Het was na middernacht. 1 liter rum had hij al achter de kiezen en praten met Romulus. Daar is hij gevallen, op de brug. Pof. En hij was dood. Oeh, wat een troep, zeg. Oeh, 100.000 bommen en granaten. En wie hebben we daar? Kapitein Haddock. Goeiedag, kapitein. Aha, ik ben in het ruim geweest, een waardeloze lading. Ik geef echt geen cent voor deze schuit. Laten we de kajuit gaan bekijken. Kom. Oh, 1000 bommen en granaten. Laat mij maar, kapitein. Nog een cadeau van Themistocles. Waar is de bemanning? Ze zijn allemaal weg. Nou, dat begrijp ik wel, mijn beste Kuifje, dat de bemanning deze drijvende grafkist zo snel mogelijk heeft verlaten. Hoe laat is de volgende vlucht naar Parijs? En de lokroep van de zee dan, kapitein? Zie je mij al varen met dit wrak? Nee! Ik ga terug naar Molensloot. Spijt me, kameraad. Het is aardig dat je aan me hebt gedacht, maar dit gaat te ver. Het spijt me. Oh, wrak. En?
Ja, de kapitein is teleurgesteld. Het is duidelijk dat het Gulden Vlies zijn beste tijd gehad heeft. Toch weet ik bijna zeker dat u geïnteresseerd zult zijn in het voorstel dat meneer Carabine u een hoogste eigen persoon zal komen doen. Anton Carabine. Heren, kapitein Paparaniek was een vriend van me. Ik wil het schip graag hebben. Ik bied u 400.000 Turkse lira. 400.000 Turkse lira is een buitengewoon goed bod. 200.000 euro. 200.000 euro? Oh, nou, als meneer van oude spullen houdt, wie ben ik dan om... Wacht eens even. De kapitein heeft toch 2 weken de tijd om de erfenis te aanvaarden? 2 weken, ja. Heel goed. Dan nemen we die tijd om na te denken over dit voorstel. Toch, kapitein? Ja. Luister, heren, ik ben een druk bezet man. Dit schip hier heeft emotionele waarde voor me. Dit is mijn laatste bod. 600.000 Turkse lira. Dat is 300.000 euro. Het is nog niet eens de helft waard. Meneer Carabine, we hebben 2 weken bedenktijd nodig. Dat is nog een bod. Ja, het valt me zwaar het aan zijn vriend te verkopen, omdat die goede Themistocles het aan mij heeft gegeven. Ik hoop voor u en voor mij dat u op mijn aanbod ingaat. Geef mijn kaartje aan de heren en tot ziens. Ja. Anton Carabine. Car export. 300.000 euro voor dit wrak. Die man is echt stapelgek. Gek? Die indruk wekt hij niet, kapitein. Het feit dat hij gevoel aan cijfers koppelt, bevalt me helemaal niet. Dus u bent eruit? Ik schrijf professor Zonnebloem dat we terugkomen naar Molensloot. Kapitein, u wordt geroepen. Hadok effendi. Slaapt u, kapitein? Wat zei je? U wordt geroepen. Hadok effendi. Wat wil hij van me, die Bashi Bouzouk? Hadok effendi. Telefoon, bienje. Bienje, telefoon. Telefoon. Ja, kom al. Laat door. Telefoon. Hallo? Ja, dat ben ik. Wat zeg je? Maar, is dit een grap? Maar 1000 bommen. Maar goed. Maar, oh. 100.000 bommen. Was het een vergissing? Nee, geen vergissing. Een vriend die het goed bedoelt. Hij zegt dat ik het schip snel moet verkopen. En wat is de reden? Hij zegt dat als we het niet verkopen, er alleen maar narigheid van komt. Maar dat is het dreigement. Ik verkoop dat schip wanneer ik dat wil. Hij is toch van mij of niet? Als ik die Zulu te pakken krijg die deze hoge drukpijp heeft gemaakt, dan... Laat mij maar. Dit is zeker de eerste keer dat meneer een waterpijp rookt. Ja. De eerste en de laatste keer. Zijn de heren misschien net aangekomen in Istanbul? Vanochtend. Als u mij toestaat, zou ik echt heel graag uw gids willen zijn, zodat ik u de verborgen schatten van deze grote stad kan laten zien. Hier. Wat vindt u, kapitein? Eindelijk is iemand die niet de hele tijd praat over het Gulden Vlies. Heel graag, meneer. Goed. Bobby. Thank you.
hè? Oh. Oh. Het speet me heel erg. Nou, dat was de eerste keer dat ik bang was voor een vat. Nog een laatste inspanning, kapitein. Komt u maar. Ja. De bekroning van deze dag. Vanaf deze toren heeft u het mooiste uitzicht op Istanbul. Volgt u mij maar, heren. Hey, we zitten opgesloten. Opgesloten? Meneer Malik. Meneer Malik! We proberen het hier. Maar wat heeft dit nou te betekenen? Kom nou. Heeft u een lucifer? Hier, in mijn zak. Oei! Toch niets gebroken, kapitein? Een kruik. Die van jou. Ja. We vinden wel een manier om hieruit te ontsnappen. Kanoniers, op uw plaatsen. En vuur. Aan bakboord. En vuur. Aan stuurboord. En vuur. Uitleggen. Het is een misverstand. U heeft ons in deze hinderlaag gelokt. Haal ons er ook maar uit. Maar wat wilt u dat ik doe? Zeg ze dat de politie onderweg is. Police! Kashmak! Ah, miereneters! Analfabeten! Ectoplasma! Vermicelli! Stinkende waterpijpen! Ik heb gezorgd dat ze weggaan. Ik heb geen kwade bedoelingen. Ja, ik leid buitenlandse toeristen rond. Hij bood mij 10 lira om u rond te leiden. Wie heeft dat geboden? Een man in een café. En u weet zeker niet hoe hij heet? Alles wat ik weet staat op het papier dat hij mij gaf. Hier, in mijn zak.
Kijk maar, dit is de route van onze wandeling. Oh, kom hier, Jaars! Laat hem maar, kapitein. Hij weet van niks. Ik heb een boodschap voor u, kapitein. Ah. Oh. 900.000 lira. Een nieuw bot. Maar wat zien ze nou toch in dit schip? Misschien hebben ze interesse in de lading. Goedkope tapijten en prolaria. Weet u dat zeker? Als jij niet bang bent voor stof, kom dan maar even mee. Hier. Deze goederen zijn niks waard. Nou, ik begrijp het niet. Het is nu tijd om een beslissing te nemen. Het is moeilijk. Het is ongelooflijk moeilijk. U heeft nog 13 dagen? Nee, 1 dag is genoeg. Als je bekogeld wordt en haast je over moet doen met vaten. Nee, bedankt. Ah. Conclusie, we gaan dus morgen terug naar huis. Nou, dat zou wel het verstandigste zijn. Maar straks denkt dat galgengebroed dat kapitein Haddock bang is. Oké. Okay. Accepteer dan de erfenis. Zie jij mij al varen met dit spookschip? Dat nooit. Herinnert u zich die zin uit het testament? Welke zin? Ik laat dit schip na aan mijn vriend Haddock in de hoop dat hij de waarde ontdekt van dit juweel van de zee. Ja. Oké, Themistocles. Je schip is geen snars waard, hè? Hè? Maar het steekt van de aasgieren rond je schip. Wat heeft dat te betekenen? Ja, ik weet het. Je hield er je eigen idee op na. En ondertussen zit ik in de nesten. En jij? Wat zou jij doen in mijn plaats? Inschepen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar ik moet eerst weten hoe de wind staat. Ja, ik weet het. Het is niet netjes van mij om aan mijn vriend te twijfelen, ja. Maar goed. Het is goed, hè, Mistocles. Ik doe het. Ik begrijp er niks van, maar ik vertrouw je. Je laatste wil wordt gerespecteerd. En morgen zoek ik mijn bemanning. Een dreigement of niet? Het gulden vlies vaart toch uit. Lekker koffie! Maak het wand klaar! Attentie! Zeg, wat doen jullie nou, slapjanissen? Wat moet ik nou met zo'n bemanning, hè? Wat zijn jullie nou voor zoetwatermatrozen? Draai aan die lier! Gooi je trossen los! Jullie moeten luisteren! Jullie maken de kapitein belachelijk! Telefoon da hazır. Solo mi disimio ese calazzo di hierro.
Crois que tu gâtes toison d'or. En dan nu, volle kracht vooruit. Attila! Attila! Jefim! Naar het westen! Naar het westen! Zo moeilijk is dat toch niet? Naar het westen! Naar het westen! Oh, ongelofelijke druiloor ben je! Naar het westen. Let vooral niet op mij, ik ben er niet. Peras, papas. Peras, oud. Oh. Het is een Turks spel, kapitein. Je speelde met 32 kaarten. Iste. 1000 bommen! En de motor dan? Huh? De motor. Chukkelerak niet met. Zullen Boris haar roos? Nou, natuurlijk. Altijd smoesjes. En jij? Jij klimt nu voor mij op de brug. Kom op. Achterlijke piraat, hè? Ik heb een bemanning van pissenbedden en grogen geboet. Het is helemaal niks. Ik zit opgescheept met een stel galeiboeven. Fascinerend. Wat ik ontdekt heb is fascinerend. Hè? Een kleurrijk type, uw vriend kapitein Paparanik. Ah. 3 schipbreuken, 7 arrestaties voor openbare dronkenschap, 11 medailles voor zijn diensten. Hij was in Afrika, in China, souvenir uit Shanghai. Ah! Hij was bokskampioen, maar dat is niet alles. Paparanik redde zelfs de republiek. Maar wat vertel je me nou? Kijk maar, het staat in alle kranten. Paparanik, redder van de republiek. Nou, hij staat er mooi gekleurd op. Oh, wat zou die oude piraat toch uitgesproken hebben, hè? In Titeragua. Hij kon goede dingen doen, maar ook slechte. De soep. Ik heb honger. Kom door die zeelucht. De paprika. De lievelingssoep van onze kapitein. Oh. Heerlijk gekruid. Ja, ja. Op zijn Cubaans. Ah. Op jou, ouwe piraat. Lekker, Bobby. Wat doet u hier? Hier kan ik ongestoord werken. Je handen. Handen omhoog, jij. Ik dacht dat u geen Nederlands sprak, meneer. Dat is een kleine verrassing, meneer Kuifje. Heb jij iets bij je? Nee, ik draag nooit een revolver. Mijn handen en mijn voeten vol staan. Hey.
duifje? 1000 bommen en granaten. Wat is er gebeurd? Ik betrapte hem toen hij snuffelde in de papieren van de kapitein. Hij was gewapend. Zelfverdediging dus. Oké, het gaat dus door. Het is vast een handlanger van die schurken in Istanbul. Waarschijnlijk. We hadden niet echt de tijd voor een gesprek. En daarom gaat dit heerschap de nacht doorbrengen in het achterste ruim. In Piraeus mag hij het uitleggen aan de politie. Troglodiet. Hotspot. Colorado kever. We varen naar Valparaiso. Pom, pom, bam. Pom, pom. Pom, 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 pom. We varen naar Valparaiso. Kapitein. Wat? Angorapoulos is ontsnapt. Ontsnapt? Ja, het luik van het ruim stond wijd open. Wijd open? De reddingssloep is verdwenen. Verdwenen? 100.000 bommen en granaten. Allemaal verzamelen op de brug. Oh, iemand heeft die schaaf uit laten ontsnappen. Wacht maar af, kleine piraten. Nu gaan we lachen. Lekker koppie. Houd je kop. Gisteravond heeft een bemanningslid een misdrijf gepleegd. We hadden hem opgesloten in het ruim. Vanochtend is hij verdwenen. Ik wil dat degene die deze smerige schoft aan Angaropoulos heeft geholpen, zich meldt. Ik ben ruimhartig, maar ik wil de waarheid. Ik wacht. Goed, dit is uw laatste kans. Goed, 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 goed. 1000 bommen! Van Oslo naar Caracas, van Liverpool naar Singapore. Kapitein Heddock heeft taaiere kerels dan jullie klein gekregen. Op jullie post! Zeekomkommers! Nou, dat hebben we goed gedaan. Volgens mij, kapitein, moeten we in het verleden van kapitein Paparaniek graven om het geheim te achterhalen van het gulden vlies. Ja, maar morgen leggen we eerst aan in Piraeus. Dan zijn we in ieder geval af van die tapijten van meneer Midas Papos. Als je ook maar één voet aan wal durft te zetten, dan krijg je met mij te maken. Is de heer Midas Papos aanwezig? Waarvoor? Zeg hem dat de kapitein van het gulden vliezer is. Yes, ik niet. Mm-hmm. Als u mij wilt volgen. Nee, niet van mij.
is toch les beste, Tammy. Maar ik begrijp het niet. Mij is gezegd dat... Ik ben de nieuwe kapitein van het Gulden Vlies, meneer Pappos. Kapitein Paparaniek is dood. Dood? Paparaniek? Maar dat is onmogelijk. Ach, nee. Maar voor mij was hij meer dan een vriend. Een broer. Een oudere broer. Brutaal en driftig, maar met een hart van goud. Ja, ja, ja. Themistocles, mijn weldoener. Dankzij hem ben ik niet in de goot beland. Echt alles, alles dank ik aan hem. En mijn tapijten. Mijn 284 tapijten uit Broes. Die zijn aan boord, maakt u zich geen zorgen. Ah, perfect, perfect. We drinken erin op de vriendschap. Kom, kom. Ga toch zitten. Kom nou toch. Zo. Zeg het maar. Oezo, mastica, citronella. Oezo. Oezo. Ja, een oezo. Zo, oezo. Alsjeblieft. En u? Dankjewel, ik drink geen alcohol. Proeft u dan alsjeblieft een beetje van mij met sake. Alsjeblieft. En het kleine hondje. Het kleine hondje heeft toch ook recht op een lekker hapje? Hier. Nee. Ach, nee, die arme Themistocles. Ik kan het niet geloven. Heeft u samen gevaren? Of we samen gevaren hebben? Zeker meer dan 10 jaar. Oh, we hebben heel wat landen gezien. Peru en India en China. En Titaragua. Ook Titaragua? Was u in Titaragua? Ja, ik was in Titaragua. Stelt u zich eens voor dat... U bent goed geïnformeerd. Wat een verhaal. We kwamen aan op maandag, midden in de revolutie. Op dinsdagmiddag was de Republiek Paparaniek al opgericht. Minister van Handel, Midas Papos. Elf dagen later verlieten we Titaragua als een stel dieven. Als een stel dieven. Oh, 26 jaar terug en een paar kilo minder. Anton Carabin. Carabin? Carabin, de rijke en machtige Carabin. Nooit meer gezien. Ah, kapitein Paparaniek zei al... Hij ademt nog. Haal snel een dokter. Een dokter, ja. Het moordwapen. Niet aanraken, kapitein. De vingerafdrukken. We kunnen het uitleggen. Samenloop van omstandigheden. Een ongelukkig toeval. Het is niet wat je denkt. Daar komen we er nooit achter. We moeten die stakker helpen. Ja, hem redden, ja. Ja. Ah, een dokter. Haal snel een dokter. Snel, dit is dringend. We hebben geen tijd te verliezen. Een dokter. Nu. Een dokter. Hij is gewond. Snel. Het is dringend. Snel. Een dokter. Snel een dokter. In het gevangen. In de gevangenis als ordinaire criminelen. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar het is een win. Τσακώθηκες? Γα, στο Μούργος. Ένα λεπτό, κύριε Διευθυντά. Έστειλα να μου φέρουν τα πασαπόρ. Ανάτα. K.E.I. Εύγε η Κάφια. Ρεπόρταρ. Nou, het duurt niet lang meer of ik ga zelfs het eten missen van Nickelodeon. Zo, wat ben jij aan het doen? Ze waren met 5. 5 avonturiers gingen aan boord in Titaragua. Ja, dus... Paparaniek is dood. Midas Papos was bijna dood. Carabin. Blijven er 2 over. Ja, en ondertussen ziet de Griekse politie ons geheel onterecht aan van moordenaars. Ja, we hebben de schijn tegen ons, kapitein. Maar dat is toch geen excuus? Ons laatste uur. Ze staan boven elke verdenking. Wacht even. Ik zou zelf Hij zegt dat... Ze staan boven elke verdenking. Droom ik of...
Nee, kapitein. Dit is geen droom. Jullie zijn Jansen en Jansen. Oh, dit is de eerste keer dat ik blij ben jullie te zien. De twee waterlelies. Okay, oh. Zijn dit echt de journalist Kuifje en kapitein Heddock? In eigen persoon. Ja. In dat geval. Wij hebben Interpol ingelicht en zij hebben deze heren gestuurd. Zij staan voor u in. Ook meneer Papos heeft verklaard dat u onschuldig bent. Hoe gaat het met hem? Hij is buiten levensgevaar. Sneller, sneller! Die kant op! Oh, 1000 bommen en granaten! Kijk toch uit, ik kom eraan! Kom op, die handen uit die mouwen! Kom op! Hey, kom op, ben je nou al moe? De Siamese tweeling. Zeg, wat dragen jullie nou? Dit is geen verkleedpartij. Sst, geen woord hierover. Wij zijn hier incognito. Is Kuifje aan boord? Nee, hij vraagt nog even na hoe het gaat met meneer Papos. En doe mij intussen een plezier en trek die vermomming alsjeblieft uit. Oh, het is toch niet te geloven dat we aan deze knakkers onze vrijheid te danken hebben. Voorlopige vrijheid, kapitein. Het onderzoek is net begonnen. Eens even kijken. Klokjes gelijk zetten. Snel, Bobby. Luister, jij moet op zoek naar de kapitein. Snel, doe dan, snel. Nee, kapitein. We moeten hem volgen. Ongezien. Kom mee. Kuifje heeft gelijk. Er gaat niets boven goed schaduwen. Ik heb een idee. Daarheen.
Deze. Alsjeblieft, kom mee. Ja, bedankt. Spreekt u ook Nederlands? Ja, meneer. Volg die auto. Ja, meneer. Ja, jongens, kom op. Καλημέρα, πατριώτες. Καλημέρα. Κατά πού πήγε ένα μαύρο αυτοκίνητο? Κατά εκεί, κατά τα δεξιά πήγε, κατά το βουνό απάνω. Όχι, αριστερά πήγε. Βρε, κατά δεξιά πήγε, βρε. Όχι, αριστερά. Από εκεί πήγε. Βρε, από εκεί πήγε δεξιά, βρε. Για σταθείτε. Το βουνό απάνω. Όχι, αριστερά πήγε. Βρε, κατά δεξιά πήγε. Πέρα, βρε, πήγε. Ό,τι θέλεις. Βρε, αφού το είδα, ρε, μου είχε μη σπρώχνεις, βρε, Ό,τι θέλεις, βρε. Να μην γελάμε και τους ανθρώπους. Μη σπρώχνεις, βρε, και πήγε δεξιά. Αριστερά, τώρα πέρασε, εγώ το είδα. Ό,τι θέλεις, βρε, σ' άκου εκεί, απάνω. Δεξιά πήγε, τώρα δεν το είδα. Δεν πεις πράγματα, βρε, μα κοροϊδεύεις και τους ανθρώπους, ό,τι θέλεις. Αλλά που πάει ο σκύλος, δεν βλέπεις. Αριστερά. Ο σκύλος, δεν βλέπεις. Ντάριν! Από εκεί πήγε. Niet ver weg zijn. Kijk aan, wij maken ons niet druk. Zet aan, meneer. Shhh. Bobby heeft een spoor. Verlies een auto niet uit het oog. Begrepen, we wachten in die herberg. Kom mee, heren, ik heb dorst. Naam, voornaam en beroep. Ja, meneer. Houd ons niet voor de gek. Ik vraag u uw ware identiteit te onthullen. Ja, meneer. Uw naam. Hallo. U heeft een naam. Toch? Ja, meneer. Laat die man nou toch met rust. Deze man is een getuige. En een getuige hoort te getuigen. Ja, meneer. Oh. Hier is een bruiloft. Kyrie. Ik ben dol op bruiloften. Ja, toilet. Nee, binnen. Kom. Binnen, nee. Ja, tuurlijk.
man van zijn leeftijd. Ik zou zelfs willen zeggen een man van... Bobby, is dat je spoor? Kom, hup. Juffrouw Daphne, mijn vriend Kruifje. Aangenaam. Juffrouw Daphne, Sirikopoulos. Sipolirikos. Sorry dat ik onderbreek, kapitein, maar Angorapoulos is onvindbaar. Ach, daar de duivel ermee. Kom, proef wat van deze heerlijke wijn. U zou een auto in de gaten houden, kapitein. Oh, het ongeduld van de jeugd, hè. Je deelt het geluk gezellig met je vrienden. En dan ineens... moet je weer gaan. Dag. Kapitein, ja? Die man die klarinet speelt. Ja, en? Komt hij je niet bekend voor? Dan kijk ik toch liever naar juffrouw Sirupeluk. Ik weet zeker dat ik hem ken van de foto in mijn zak. De foto? Ja. Ja, hij lijkt er wel een beetje op. Hij is het en ik begin het te begrijpen. Ja, hij is het. Heel zeker. Kom mee, kapitein. Kapitein! Maar kies eens de zicht. Afwisten me. Deze is klaar. Afwisten me, zoals Leo. Al mijn progress, mijn zernete. Afwisten me. Snel! 1000 bommen! Dat komt slecht uit. Halve garen. Ja, meneer! Bravo, Bobby! Kom op, rijden! Wat dan van weet! Thank you.
1000 bommen! Moordenaars! Galgengebroed! De muzikant zit nog in de auto. Bent u gewond? Aan de thuis, vreemdeling. Deze oude man staat stevig op zijn been. Heeft u misschien een sigaret voor mij, admiraal? Het spijt me, kameraad. Oh, ik moet echt terug naar de bruiloft. Zonder mij zijn ze verloren. Het is niet makkelijk om te begeleiden bij het dansen van de Calamatianos. Hop, hop, hoppa! Uw ontvoerders zijn tot alles in staat. Ik ben het alweer vergeten. Ik moet het u uitleggen, admiraal. Ik ben mijn geheugen kwijt. Het is vreselijk, hè? Soms vergeet ik zelfs mijn eigen naam. En het Gulden Vlies. Herinnert u zich het Gulden Vlies? Het Gulden Vlies? Het schip van kapitein Paparanik. Hij is dood. Ik erfde zijn schip. Was u in Titaragua, meneer Skubidovic? Wat is daar nu gebeurd? Ik ben mijn geheugen kwijt, dat zei ik toch. Arme Skubidovic. Stel dat ik het verhaal zou vertellen. Goed. Morgen komen de anderen terug en... Bang, bang! En weg, Skubidovic. Wanneer is je overleden? Nou, dat in Mistokeles. Vorige maand. En zijn goud? Zijn goud? Dat heeft hij toch niet met zich meegenomen? Zijn goud? Goud dat gevonden is in Titaragua? Ik ga u een voorstel doen. Het is graag of niet. 1000 drachmen als u vertelt wat u weet. Had ik mijn geheugen nog maar. Maar het is leeg daarbinnen. Helemaal totaal leeg. 1000 bommen? Wacht even, kapitein. Voor 1000 drachmen kan ik u misschien wel wat informatie geven. In Titaragua waren met z'n vieren en de kapitein. Waar heeft u deze gevonden? Dat zijn wij. We zijn het echt. Middels Papos. We hebben meneer Papos ontmoet. En deze, dat is Karabin. Meneer Karabin. Kent u meneer Karabin? Alexander. Alexander Timoshenko. En ik weet waar u hem kunt vinden, Alexander. Hij was een beroemde piraat vroeger, maar nu leeft hij als een heilige. Ga naar Meteora en vraag daar naar vader Alexander. In het klooster Sint Stefano. Vader Alexander. Sint Stefano. Vader Alexander. Jij bewaakt de motor, hè, Bobby? Braaf zijn. Gaat het, kapitein? Het gaat, het gaat. Ja, zo. Ah.
Wat een vredig oord. Zo groot en rustig. En dan komen wij aan met onze verhalen over misdadigers. Kapitein, dit spel begint gevaarlijk te worden. Misschien kan vader Alexander ons meer inzicht geven. Je hebt gelijk, Kuifje. Ik filosofeer er maar wat, hè? Ik heet u welkom in het Huis van God. Wij zijn op zoek naar vader Alexander. Dat ben ik. Goeiedag, ik ben kapitein Heddock en dit is mijn vriend Kuifje. Vader Themistocles Papagannik is dood. Oh. God hebben zijn ziel. Als geschenk voor een kleine dienst die ik hem ooit heb bewezen, liet hij mij zijn schip na. We zijn hier met een doel, vader. Sinds ik het gulden vlies heb geërfd, hebben we te maken met dreigementen, hinderlagen en aanslagen. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Maar ze wilden ons allebei vermoorden, vader. Huh? Winstbejag. Voor een beetje goud doodde zijn eigen moeder. Jakhalzen, echte jakhalzen. Het was een tijd dat ik met ze samenwerkte. Ja, ik was hun compagnon. Zuid-Amerika. We voeren op een klein vrachtschip met de naam Santa Maria. En om rijk te worden waren we tot alles bereid. Ja, tot alles. Jakhalzen, zeg ik u. Jakhalzen. En kijk me nu eens. Ik leef in de schaduw van de Heer. Ik heb op tijd de reddende hand gegrepen. Ik weet het nog goed. Zoals die keer dat we van boord gingen in Tetaragua. Het land was in rep en roer, een revolutie. Maar Papagannik maakte daar gebruik van. Hij mobiliseerde de bevolking op straat en organiseerde een aanval op het regeringspaleis. En die avond bestond de regering uit ons. Ik was minister van oorlog. Minister van oorlog. Vergeef me, ja. En daarna, 8 dagen later kwamen de soldaten en moesten we alle 5 vluchten. We vertrokken met een beetje goud, ach ja. Dat wat nog over was in de kluis van de Nationale Bank. En dat goud, vader, wat gebeurde daarmee? De helft was voor de kapitein en de andere helft voor de bemanning. Ja, dat is gebruikelijk. Maar dat goud zal uw handen en uw hart doen branden. Vader, wij plunderen geen scheepswrakken. Wij wisten niet eens van het bestaan van dat goud, maar maar nu moeten we voorkomen dat anderen het zullen stelen. Goed dan, mogen God u behoeden. Zijn goud, Papagannik, heeft mij er nooit over verteld. Nee, het leven heeft ons gescheiden. Een 30 jaar geleden zocht hij me op. Op kerstochtend. Ik was verrast door zijn komst. En blij natuurlijk. Kom maar mee. Nee. Hey. Een fles oude Mark. Het kerstcadeau van Themistocles. Het was vreemd. Toen hij het gaf, zei hij: je zult de mark drinken als ik dood ben. Dat helpt bij het gebed voor je compagnon. De oude ongelovige. En zo is het. Ah, Themistocles. Dat was een man. Een man. Pak aan. Als herinnering aan hem. Ik heb die vluchtige genoegens voorgoed afgezworen. Ga, mijn vrienden. Vader. Bedankt. Bedankt, vader. Bedankt. De hemelse vrede zij met u. Wat een heilige man.
Ja, maar we zijn niks opgeschoten. Ja, dat klopt. Kom mee, kapitein. We gaan terug. Daarmee. Een kaart. Huh? Laat eens even kijken. Brigitte graad 38, lengte graag 25. En die baai in de vorm van een eendekop, dat is Tasika. Daar kwamen we langs toen we weggingen uit Istanbul. Er staat een kruis. Kijk maar, een klein puntje bij de kust. Ga door. Misschien is dat wel het goud dat de kapitein meenam uit Nicaragua. En dus? Dat zou wel echt iets voor die oude loopbroek zijn. Misschien klopt het niet, kapitein. Het is maar een veronderstelling. 1000 bommen! Maar dit is het bewijs. Hier is het. Hier heeft Hermistoteles zijn goud verstopt. Hou we gaan, Kuifje. We gaan op weg naar het schatteiland. We gaan, Kuifje. We gaan erheen. We gaan erheen. Vol verrassingen zit. Een onderzoek. Extreem complex. 8 dagen en nachten onafgebroken in mijn lab. Maar zeker niet voor niks. Ik deed een grote ontdekking. 3 voor jou. Lekker koffie. Een genie? Niet overdrijven. Ik doe alleen mijn best om waardig te zijn aan mijn illustere voorgangers. Archimedes, Newton, Thomas Edison, et cetera, et cetera, et cetera. Dit is ongerechtigheid. Een rechtelijke dwaling. Ik zou zelf willen zeggen, een rechtelijke dwaling. Zit ik hier ook wachten? Ik ben er als voel ik zit het motocicletta. Waar wil je het doen? Laat je bego laten je. Maar u krijgt uw motor toch terug? Kuifje heeft me laten weten dat hij hem naar u terugstuurt per express. Vendi je con la Argentina. Ande, quiero de plata. Laggia, laggia. Laggia, laggia. Kijk eens, jongen. Lekker, hè? Zonnebloem! Goede oude Trifonius. Oh, dag, daar zijn jullie. Ik dacht dat jullie me vergeten waren. Ik ben gisteravond aangekomen, zoals afgesproken, zodra ik mijn werk af had. Heel goed, professor. Wij weten de weg naar de schat van Paparaniek. Antiek.
Ja, ja, dit koffiestelletje is heel antiek. Ik zei, professor, dat we een schat op het spoor zijn. Een schat, professor! Een schat! Met uw drang om altijd zo te schreeuwen. Dacht u dat beest nog schrik aan? We gaan aan het werk. Eens even kijken. Goed. We zijn nu hier. En we moeten naar... Er is iets aan de hand. Kom mee, kapitein. Bent u gek? De brandstof! Snel, kapitein, draai hem dicht! Er zijn bommen en granaten! We hebben nog maar 200 liter brandstof voor de reis naar Tassica en een dubbel is nodig. Maar dan hebben we geen tijd te verliezen. We moeten snel het anker lichten. Dat helpt niks, want als we met dit blik varen, hebben Karabiens vrienden ons zo ingehaald. Luister, kapitein. Met 200 liter brandstof varen we de hele Middellandse Zee rond. De hele Middellandse Zee? Ja. Maar dan voegen we wel een paar tabletten supertrifoniol toe. Supertrifoniol? Ik heb u toch gezegd dat ik het probleem op zou lossen? Het is een feit. Dat dankzij Trifoniol de kracht van de motor, dus de stuwkracht, wel verhonderdvoudigd wordt. U gelooft toch zeker niet dat u mij kunt wijsmaken dat... Drie tabletten, kapitein. Drie tabletten. Wat denk jij ervan? Ja, weet u iets beters? Je hebt gelijk. Op goed geluk. We vertrekken. Oh. Even wachten. Nee. Laat de boot in het water zakken en omsingel het schip. Kom op. Goed, jongens. Kom, breng die boot naar beneden. Beetje tempo. Kom op. Kom eens hier. Staat je horloge goed? Ja. Ga erin. Jump, jump.
Als er iets fout gaat, kuifje, trek je aan het touw. Oké, kapitein. We wensen je veel succes. En kijk uit voor zeemeerminnen, hè? Hey. En Bobby, moet ik me zorgen maken? Handen omhoog, allemaal. Huh? 1000 bommen, de Bassi bezoekt. Ik zei handen omhoog. En ik zeg, het gevecht kan beginnen. Kom als je durft. Huurlingen, zwemvogels. Ah, deze lamsbouten die willen piraatje spelen. Hè? Ik sla jullie allemaal te pletter als muggen. Landlopers, aardbananen, bultezels. Hypocrieten. In de tijd van mijn voorvader, de ridder Haddock, werden de muiters opgehangen hoog bovenin de Maas. Oh, badapen, bavianen, oh, verraders. Dit komt dat is van God. Aan, hoor, piraten. Oh, mij vangen als een kreeft. Hoe durven jullie? Ik... Ik zag het als mijn plicht om eigenhandig een einde te maken aan dit avontuur. Helaas voor u, meneer Kuifje, loopt het niet goed voor u af. Ah! Moordenaar! Moordenaar! Breng die man naar beneden. Moordenaar! De kapitein zal met zijn schip ten onder gaan, de traditie. En het lijkt me ook wel verstandig.
We hebben elkaar nooit gemogen, Themistocles. Maar kijk nou toch. Nu heb ik alsnog het mooiste souvenir van jou. Thank you.
Kom in mijn armen, Bobby. Je hebt ons gered. Bobby staat te branden. Bobby staat te branden. Brand. Brand. Water. Water. We moeten water hebben. Zie je. Zie je. Zo. 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 Wassen. Zo. Attila? Rechercheur Attila van de Turkse politie. Wat zeg je nou? Ik leg het u later wel uit. Een kuifje? Daarboven, met karabien. Oh. Meneer Kuifje, het goud van Paparaniek zal niet voor mij zijn. Niet voor u, maar voor niemand. Kapitein Haddock, ja? U had gelijk. Op 2400 meter ligt het goud. Aha. Maar we kunnen er niet bij. Oh. Oh, nou ja, dat is jammer. Maar we hebben veel van het land gezien en bovendien heel veel leuke mensen ontmoet, hè? Rechercheur Attila, ik heb vaak aan u getwijfeld. Was u een van de Bajibouzouks? Of was u gewoon een wafelijzer? Oh. Hij beweegt nog steeds. Hij beweegt nog steeds. Nog steeds? Maar u heeft toch gehoord dat het goud op 2400 meter ligt? Oh, dit soort trillingen. Bedriegen en wetenschappen. Maar de zeebodem ligt toch niet bezaaid met schatten van Themistocles? Wacht even. Wacht even, waarom? Wat als die staven nou eens niet de schat waren? Dat niet de schat? Kapitein Paparaniek was erg creatief. Hij wist er zijn sporen uit. En dus? Weet u nog die zin uit zijn testament? Ik laat dit schip na aan mijn vriend Haddock in de hoop dat hij de waarde ontdekt van dit juweel van de zee. En wat dan nog? Het bewijs. Hier is het goud. In de gevonden kist zaten alleen maar stukken van de oude reling. Nee, ik ben niet gek en mijn slinger dus ook niet. Het is goud. Het is goud. Goud? Maar ik begrijp het niet. Dus de staven die karabien had, waren van koper. Ja. Koper! Verkoper! Verkoper! Goud! 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 Overal verkoper! Koper! Goud! Koper! 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 Ja, goud! Goud! Schok ervan. Ik droomde van een bende piraten die mijn hangmat overvielen. Ah, ik ben hier omdat ik post voor u heb, kapitein. Voor mij? Een telegram en een pakje. Uit Amerika. Uit Amerika? Alweer een, kapitein. Als het weer een erfenis is, dan verbrand je maar. Van de president van Titaragua aan kapitein Haddock. Nationale dank aan kapitein Haddock voor de teruggave van goud. Stop. Het parlement van Titaragua geeft het Victorieplein een nieuwe naam. Stop. Victorieplein verandert in Themistocles Paparaniekplein. Stop. Geweldig! Regering heeft unaniem toestemming gegeven om het breed ordelint van het jachtluipaard toe te kennen aan kapitein Haddock. Stop! Oh! Het breed ordelint van het jachtluipaard. Het is te veel. Ja. Het is echt... Oh. Kapitein Haddock,
Heel ontroerd. Stop. Wat is dat? Ideetje van mij. Huh? Dat is te veel. Echt veel te veel. Kapitein, bij een ceremonie hoort een fanfare. Oh, en champagne. Hallo. Hallo. Op de Taragua. Op de goede oude Themistocles. Ja, proost, hè. Ja, proost, ja. Gevleugelde vriend, de heimwee naar de lucht weg te nemen, de vliegende stok. En kijk aan. Lekker koppie!